Zo, onderweg naar de volgende klant. Rij mee met DVS TV. Tineke Weren. Meisjesnaam Tineke van der Weijer. Nou, die heeft wel wat met DVS hoor. Dat is echt ongelooflijk. Kijk, daar staat ze. De uitnodiging goed begrepen en ontvangen. Hi, Tineke. Hi, Piet. Hey, alles goed? Ja, geweldig. Mooi. Ik heb mooi weer meegenomen. Ja, inderdaad. Prachtige herfstdag. Ben je weer naar voetballen of niet? Nee, ik kan niet zeggen dat ik helaas een feestje heb, want feestjes hebben is niet helaas natuurlijk. Dus... Ja, ja, dat is wel lekker hè. Ja, maar, je kent ze ook wel, Jolanda en Wim Heining. Oh ja. Van Geurt, die ja. hebben vandaag een feest, want ze zijn 40 jaar getrouwd. En ja, ja. Alle twee een kroonjaar dit jaar, dus ze maken er maar één feest van. En dat doen we dus vanavond. Ja, en vanmiddag eigenlijk al. Dus... Ja, dat is niet te doen. En soms is er iets belangrijker dan DVS. Niet zo heel vaak, maar... Nee, niet zo heel vaak, hè? Nee, zeker niet. Zeker meestal, niet bij jou, maar... Nee, meestal probeer ik zaterdag wel vrij te houden of mee te gaan. Van de buurt, hebt... hè? Jolanda Jansen. Jolanda Jansen, ja. De bekende buurt, hè? De bekende buurt, ja. Gelreweg en... hoe heet die? Kruiskampweg. Ja, dan hebben we... Een mooie jeugd gehad. De grote boertjes, de knoppertjes, van de bijertjes. Ja. En dat was een hechte gemeenschap toch wel. Leuke dingen meegemaakt allemaal. Ja. Gilda zal er ook vast wel een boel van kunnen vertellen. Ja, heb je een onbezorgde jeugd gehad? Ja, we hebben dan, zeker met de problemen van tegenwoordig allemaal. Dan hebben we een hele onbezorgde jeugd gehad. Heerlijk, lekker. Met ook een boel saamhorigheid. En ik weet wel, met Gilda hele praalwagens heb ingestoken met tulpen en zo, weet je wel. Toen hadden we nog van die optochten met Kooi in de Dag en zo. Dan deed de hele buurt dan mee. Ja, dat deed je toen gewoon, hè? Ja, dat was geweldig. Nee, en dat iedereen uit de buurt, ook wat verder uit de buurt, die je niet zo vaak zag, die deed dan mee. Het was echt geweldig leuk, ja. Je hebt wel heel veel dorpen, ja, met name natuurlijk in het zuiden, hè, maar ja, meer carnaval, desk allemaal, die dat allemaal nog doen, hè? Ja, ik denk dat de buurtschappen het nu nog wel een beetje hebben, hè. Toen was Speult al heel sterk. Speult won altijd van ons, wij deden echt ons best, bij altijd tweede. Ja. Echt die zoetemelkjes van bouwen natuurlijk. Ja. Nee, maar het was wel gewoon leuk, want het meedoen en de voorbereiding en zo waren eigenlijk nog leuker dan het daadwerkelijk rondrijden met zo'n auto. Ja. Deed je ook aan sport toen? Ja. Ja. Ik ben eigenlijk een oude volleyballer, hè? Ja? Ja, Klaas van Dam heeft me toen bij de Mulo heeft hij bij het volleybal gehad. Ik werd erin geramd vanaf je 12e en dat heb ik tot dik in mijn 40e gedaan. Ja. Oh, leuk. Ja. Leuk. Ook een bedrijfsvolleybaltoernooi. Ja, heb je daar ook aan meegedaan? Ja, ook nog wel gedaan. Ja, daar deden we met Groevenbeek ook aan mee. Ja. Dat was altijd wel heel erg gezellig. Ja, en toen is het eigenlijk gestopt. Omdat ik, soms is het gewoon een keertje voorbij, weet je, soms nieuwere gaat. En toen ben ik gaan tennissen. Ja. En niet meer op competitieniveau of zo hoor, dat voelt me goed. Ja, eigenlijk nog wel eventjes. En net voordat ik een competitie zou beginnen, ging ik met de laatste training door mijn knie heen. Dat is toen ook eigenlijk afgelopen geraakt. En nu nog? Fitnessen? Nee, golf. Ja, fitness ook nog steeds. Ja. Zie je wel eens lopen. Ik hoor het wel vaak van Ik hoor het van Andrew. Die is ook leuk. En golven zijn we mee begonnen, maar daar komt eigenlijk de laatste tijd niet zoveel meer van terug. Nee, joh. Dat is veel te druk voor. Laatst nog gezien, Dorhout Meissen. Ja, laatst het was dan een van de zeldzaamheden dat ik een keer met een wedstrijdje meedoen. Dat is een gezelligheidswedstrijd of zo, gaat ergens over. Ja. Toen zag ik Greet Bakker ook nog. Die golft intensief hoor. Ja, die is hartstikke goed geworden hoor. Ja, die is gewoon echt vast als een braaihuis geworden. Ja, mooi. En dan, weet je wat is, golf is natuurlijk niet alleen sport, dat is met alle sport zo. Ja. Het geeft ook een sociale band, hè? Ik bedoel, net zoals voor Greet is het toch een beetje lastig en zo. En dat heeft toch een boel gezelligheid van. Ja. En dat geldt niet alleen voor Greet, het geldt ook voor andere mensen. Zeker. Ja. Verder buiten het golf ook nog wel contact met Greet, zeker of niet? Maar golf is wel een grote binder hoor, want wij spelen regelmatig op zondag, althans dat proberen. In de winter is het allemaal wat anders. Maar dat wel, verjaardagen natuurlijk. En we hebben ook nog wel andere contact. Maar eigenlijk minder dan we zouden willen, alle twee. Maar dat geldt bij mijn kennissenkring, ben ik bang voor een heleboel. Ja. Als het niet met DVS te maken heeft, dan is het toch een beetje. Beter zo dan een beetje eenzaam. Maar dan komt er wel eens iets tekort. Dat,
vooral die afgelopen twee weken is het druk geweest met Roda en zo, dat soort toestanden weer dan. Moet ik zeggen, is het thuisfront wel een beetje op de tweede plaats wel even. Ja. Mis je Joop dan ook nog wel eens bij zulke zaken? Ik ga dan niet alleen zo in op privé, die waren goede vrienden van ons. Ja, ik was een hele goede vriend van ons, zowel van mij als van Gert. Ja. En er zijn regelmatig ook privé dingen dat ik denk van, ah Joop. Niet meer in die zin verdrietig, maar ik stel me Joop dan altijd op zijn wolkje boven de wedstrijd bij EVS, weet je wel, hoofdschuddend of commentaar leverend of zo. Ja. Of dat hij af en toe zegt, goed gedaan jongens, dat hij af en toe eens eventjes een donderwolk uitzet van, dan gaat wat minder of zo. Ja hoor, ik denk nog heel veel aan. Hij zal nu denk ik versteld staan van het budget wat er nu langzaam en zeker is opgebouwd. Hè, door de in zijn tijd ook al wel hoor. Ja, het groeit nog wel steeds, maar de grote stap hebben we natuurlijk al ook in zijn tijd gemaakt. Dat, ja. Echt grote stappen. Ja, maar jeetje, Piet, we hebben een bestuur en mensen die gemotiveerd en gedreven zijn. Ik leun wel eens achterover en denk ik, joh, wat een mazzel hebben wij daarmee. Dat is toch ongekend? Ja, het is onvoorstelbaar. We hebben zo, je kunt het geloven of niet, wij hebben, vorige keer had je Hilke. Nou, die zitten net zo lang in als ik, hè. En samen met Bonnie, dat is eigenlijk de oude... is de oude kern nog, maar we hebben heel wat voorzitters en zo voorbij zien komen en ook heel veel situaties voorbij zien komen. En als ik zie met wat een gedrevenheid ook zij nog zijn, maar ook als ik zeg nieuw is dat ook alweer achteraf natuurlijk, want Gert zit er al heel lang in en Ton zit er al heel lang in. Ja. Maar ja, Aard zit er natuurlijk nou ook al bij namens de vereniging. We hebben zo'n geweldige groep die zo gedreven is en zo ieder op zijn eigen manier zo bezig is om dit allemaal groter te laten worden en beter te laten worden en leuker te laten worden. Ja. Ja, dat is toch een feestje om erbij te mogen worden. Ja. Ja, dat is waar. Als de sfeer er maar goed bij precies, blijft, hè? Dat is zo. Hoe groter, hoe groter de problemen vaak ook. Ja. En daarom is het ook wel heel goed dat je zoveel diversiteit in het bestuur hebt. Je hebt mensen met allemaal hun eigen karakters. Ik ben heel blij dat Ton erbij is. Ton is toch weer van een nieuwere lichting, weet je wel. Met een andere kijk op de zaak. Dat heb je ook nodig. Roskam, hè? Ja. Dat heb je ook nodig. Anders dan wordt het nog gauw. Zeker. Nou ja, dat is een onvriendelijk woord. Maar dan verzand je een beetje in routines die je al die jaren al gehad hebt. Dus ja. Ik ben het bellen. Eerlijk gezegd ook wel een beetje voor verjonging. Ja. Maar goed, niet iedere verandering is een verbetering, dat is ook weer een feit. Ja, het is gewoon zo. Ja, vorig jaar was natuurlijk wel even een heel pittig jaar, hè? Ja, dat was een pittig jaar. Ja. Ik moet even nadenken waar je het over had, want ik kijk liever vooruit naar achteren. Je bent het alweer vergeten. Nee, ik ben het niet vergeten, want dat soort dingen moet je ook niet vergeten, moet je van leren. Ja, daar moet je inderdaad van leren. Ja, dat hebben we met z'n allen gedaan, denk ik. Maar ze zeggen toch altijd zo mooi van, we zijn er sterker uitgekomen. Nou, dat is echt zo, het is een cliché, maar het is wel zo. Ja. Mooi is dat. Ja. Nou ja, moet je luisteren. Het is, ik kan er ook niet zoveel meer van zeggen. Het is gewoon goed opgelost. En het is, we zijn er sterker uitgekomen en we zijn één front. En ik hoop dat het ook zo blijft. Ja. En dat wil niet zeggen dat er niet ook eens een keertje een hobbeltje komt. Ja. Maar daar hobbelen we wel weer overheen. Nee, die contacten met DVS, hè? Dat is natuurlijk vrij logisch. Hè? Met zo'n vader, Harry van der Weijen. Ja. Ach man, die herinner ik me echt. Ik woonde op Kozakkenkamp, dus als DVS uit had gespeeld, dan wandelde ik natuurlijk naar Harry. Want die was meegeweest en die wist natuurlijk de uitslag. Ja. En meneer? Nou, hij zegt, ga maar naar Dekkeraal. Maar u kunt het toch wel vast zeggen. Ik weet bijna wel wat hij zei. Brandhout. In die tijd speelden we helemaal niet zo heel erg hoog. Ja, de klas hebben we heel veel gespeeld. Ja, de vierde klas. Ja, vierde klas. Heel lang derde klas gespeeld. Maar ik was altijd zo benieuwd als jochie, weet je wel. En dan fietste ik naar Dekkeraal, helemaal in het zweet. En dan stonden daar al een paar van die oud-gedienden. Ja. Een beetje naar de uitslagen. Social media van die jaren. Ja. Dekkeraal was dat echt... Maar jouw vader had er ook wel wat mee. Je moeder is jeugdleider geweest. Ja, dat is, ja. En die was zo voor zijn zoon dat hij floot ook wedstrijden, weet je. En dan stond ik 3 meter buitenspel en dan liet hij dat gewoon doorgaan. Heerlijk. Ik schaamde me kapot. Ik kan me er iets meer voorstellen, maar ik begrijp je vader ook wel een beetje. Maar ik schiet hem er wel gewoon in, dacht ik bij mezelf. Vreselijk. Ja. Ik heb ook een klein zoon in EVS al, in de jeugd. Ja? 8 is het geloof ik. Ja. Joey. De apen trots op en die komen veel te weinig, hoor. Dat zeg ik zo. Maar
Ik, volgende week ga ik er echt weer een keer naartoe. Leuk, maar als ik dan zie hoe zo'n jongetje begint en zo, ja, en zo gedreven is en zo. En, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Ik heb zelf twee jongens. Die heb ik nooit, ik heb ze wat aan de oren met DVS gesleurd. Ja. Maar dat werd het niet. Ze zijn hele lieve jongens, maar hele beste jongens. Ja. Maar voetballen, nee, dat moet ik maar niet DVS maar niet aan. Nee. Ook heel onverwacht aan zijn eind gekomen, hè, je vader, Harry. Ja, voor hem was dat ideaal. Voor ons was het wel even schrikken. Ja, ja, was even schrikken, hè? Ja. 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 Hoe oud is die geworden? 61. 61. Je ziet hem ook altijd op die foto met dat elftal wat ja. In 1963 dacht ik kampioen geworden was. Hè? Ja. Ja, ik ben een heel slecht jaartal. Knoppert, mijn schoonvader, ja, die staat er ook op. Die staat er ook op. Ik vind het zo'n mooie foto voor de eeuwigheid. Ja, er staan echt heel veel coryfeeën op. Bokhorst nog, die directeur van de Amrobank stond er op. Ja. Zo uit mijn hoofd. Met Bakker. Niet, Bakker niet. Ja, Bakker staat er ook op. Ook, ja. Er staan er heel veel. Verder natuurlijk die spelers als Jan Dooyen. Maar toch is het even goed van mooi dat die mannen nog steeds op DVS komen. Ja, geweldig. Ja, ik zag Jan nog met de wedstrijd tegen Roda, was Jan er ook weer. En dan, ik vind het toch wel, ik weet niet of dat bij andere verenigingen ook zo is, maar ik vind het toch wel een hele mooie band hebben nog. Mooi. Ja. Maar je bent dus, dat heb je natuurlijk van je vader overgehouden, dat gevoel voor DVS. Toen je aan het volleyballen was, had je even nog helemaal niks met DVS, hè? Mijn vroegste herinnering, ik zat toen ik wist dat we dit gingen doen, denk ik van, wat is nou mijn eerste herinnering aan DVS? Ja. Dat zal ik je vertellen, dat zijn Pinksterbloemen. Ja. Ik plukte als meisje van, nou, 7 zal ik geweest zijn, of 6 misschien, ik weet niet eens meer. Dat we bij Hamstra, wat we daar speelden, misschien kun jij het niet eens meer, weet jij het niet eens meer, Hamstra? Ja, dat weet ik. Ja, nee, ik heb daar zelf ook gevoetbald. Ja, daar begon ik. Dat was het veld waar we eerst de koeien van het veld moesten halen voordat we gingen voetballen. Ja, geweldig. En ik weet nog dat ik kon, toen deed ik natuurlijk nog niks, maar ik was 6 of 7 jaar of zo. En toen konden wij daar, maar ik moest wel mee natuurlijk met pa en moe, want moe stond in zo'n keetje. Ja. En pa die was er, weet ik veel, leider of zo. Ja. En, dus wij moesten wel mee. Dus ik weet nog dat ik daar van die roze Pinksterbloemetjes geplukt heb. Dat is mijn eerste herinnering. Ja? Ja. Dus dat gaat wel een poosje terug, hè? Een jaartje 55, 60. Een poosje terug, ja. Zeker. In die jaren, ja. Ja. Ik kwam wonen in 1959 in Ermelo. In 1960 zat ik op voetballen. Ging ik naar de Welpen, hoe je dat doet. Oh ja. De Welpen. Oh, ja. Jantje Varkenvisser en zo. Oh ja, die zie ik ook nog veel, ja. In die richting ben ik Freddy Koopman, Lucky Dooyenwaard en dat soort jongens. Ja, dat was leuk. Dat was een mooie tijd. Ja. Maar toen naar het nieuwe veld. En, maar je hebt niet zelf gevoetbald ook? Zo. Ja, nou, daar kan ik je nog wat over vertellen. Ja? Dat was met Ria Domburg samen. Ja? Berend Vroeg. Toen was ik denk ik... Het was in de tijd ongeveer dat de kantine gebouwd werd. Mijn vader had ook wel een groot aandeel aan gehad. Nou goed, wat zal ik geweest zijn? Ergens rond de 14 of zo, 13, 14 of iets dergelijks. En toen werd er ook wel eens geroepen over damesvoetbal. Nou, het bestond eigenlijk nog niet. Het bestond wel, maar niet op de Veluwe. Dus Berend die kwam natuurlijk iedere vrijdagavond bij ons, of die Toto, hè? Want dat deed mijn vader dan ook. Heb ik ook nog traumatische ervaringen mee trouwens, maar dat maakt niet uit. Dus hij kwam er en Berend Verhoef die vertelde altijd vieze moppen. Ja. Maar goed, wij waren natuurlijk nog redelijk klein, dus dat moest dan wel een beetje beschaafd worden. Maar goed, het was altijd heel gezellig op vrijdagavond. Daardoor kon ik dus ook niet trampoline, want dat was op vrijdagavond. En dat kon ik goed, maar goed, maakt niet uit. Ja. Dus ik had zo gezegd van, moet je luisteren van, Ria en ik willen wel een damesvoetbalvereniging oprichten. Nou, zegt Berend, dat kan, dan gaan we dat doen. Verzamel jij maar minimaal 10 vrouwen, of meisjes waren het toen nog, meisjes. En dan ga ik jullie wel trainen, zei Berend. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En wie er nog meer bij geweest is, weet ik niet. Alleen Ria en Domburg, weet ik dan nog. En dus wij gingen naar veld 2, dat is nog steeds veld 2 bij ons. Toen zegt hij van, nou, jullie gaan eerst maar eens even 4 rondjes om het veld lopen. Nou, we hadden 2 rondjes gelopen, toen zeiden we, nou, laat maar. Nou, echt. En zo is het echt gegaan, hoor. Ja. Het is echt gegaan. Nou ja, ik geloof dat we misschien nog 1 of 2 keer getraind hebben of iets dergelijks. Ja, het is het niet geworden. Nee, uiteindelijk is het damesvoetbal nu toch langzaam en zeker ook aardig aan het groeien. Oh, ik vind het helemaal geweldig. Ja, is mooi, het is dat ik niet alles kan, maar anders dan had ik daar ook nog wat tijd aan besteed. In de bekende bulten van Ermelo. Ja. Het is altijd zo lekker met dat cameraatje.
Ja, goed. Rij je altijd hetzelfde rondje mee? Nee hoor. Oh. Nee, nee. Dit is weer een. Gaan we naar de oude buurt? Ja, we gaan even naar de oude buurt. Hè. We gaan even, kijken. Dezelfde weg. Ja, en je vader. Ja, kijk, dat in die tijd dat de kantine gebouwd werd, dat weet ik ook nog wel. Ik heb daar met een kruiwagen rondgesjouwd. Ja, dat zal. En ik kon daar helemaal geen ene. Ik was zo onhandig als maar kan, dus die kruiwagen die viel nog wel eens om, weet je wel. En ik kon donder. Ja, dat zal. Van je vader of van Eb Knoppert zelf, weet je wel. Ja. Die jongens die. Allemaal met blote handen, hè? Hartstikke idee. Nou, dat was een enorme samenhorigheid. Volgens mij had Jim er ook bij, hè? Jim van der Ridder. Ja. Die heeft er ook nog heel veel. Die heeft ook later nog wel heel veel in de kantine gedaan, trouwens. Ja. Ja. Ook zo'n mooie man. Het is nog steeds diezelfde kantine. Hè? Steeds, ja. Het is goed gebouwd. Ja, ja zeker. Ja. Goede fundamenten met liefde eronder. Hè? Ja, dat is precies. Liefde. Zo is dat. Ja. Geweldig. Hoor. Ja, het is leuk. Ja. Mooie tijden. Oh, maar deze tijd is het toch ook prachtig? Ja. Geniet hier ook weer van. Absoluut, absoluut. Maar de jaren 60, Ermelo, wat herinner je daarvan? Oh. Ben je veel uit geweest in Ermelo ook? Of nee. Was je een uitgaansteam? Ja, in de molen gingen we dan wel een keer uit. Hè? Af en toe, ja, jongen, het was allemaal zo braaf. Ik ging en wilde dan de zaterdag samen naar de wijk uit met Goemra. Of naar de Washington Park, je had toen de tijd natuurlijk ook wel de Koningskelder. Ja, dan moest je 3,5 gulden intrek betalen. Ja, dat had ik niet. Nee. Dus ik bedoel, ik zat op school en ik had af en toe een bijbaantje en zo. En we gingen naar de Boemerang. Ja. Maar ik moest altijd met de bus van 12 uur terug hoor, Piet. Ja. Dat deed ook nog. Ja, hè? Ja. Ja, ik vind het ook wel braaf. En in Ermelo, Volksbelang, Christelijk Volksbelang en de Dorpshal, daar hadden we nog wel mensen. De Dorpshal mens, weet ik nog wel. Weet je wat ik ook nog wel kan herinneren? Dat die toen de tijd grote bands zoals After Tea met Walitax, weet je wel? Dat, ja, dat bij een de bosbank, Outsiders. Outsiders, dan, outsiders. Dat trad dan op in bij de Bosbad toen nog, ja, hè? Weet je Bosbad. Ja, dat was nog wel. De T-set bij waar nu de Boni zat, naar de Nijdelaan. En in het Volksbelang Ei en de Klutsers. Ei en de Klutsers, ja, die hadden dat. Ongelooflijk, hè? Ja. Wat een naam, hè, die band. Earth and Fire, in de Dorpshal. Ja. Daar heb ik meegemaakt. Ja. En de Earrings ook, hè? Cool. Ja. Toen nog de Earrings. Ja. Later Golden Earring. Ja. Ja. De Golden Earring is natuurlijk wel bij Horst geweest, nog weet je wel. Radar Love, dat duurde een eeuwigheid. Dat wij zat improviseren. Nou, die is buurtje dan, hè? Kruiskamp weg. Ja, kijk, daar is de oude buurman nog. Ja, die zit er nog steeds. Ja, leuk. Ja, hier worden Geurt Jansen. Geurt Jansen, ook zo'n DVS'er in hart en hier. Ja, in hart en hier. Ja, en hier woonden wij dan. Het is allemaal wel veranderd, maar je kunt het nog wel zien. Ja, de grote boertjes. De grote boertjes, ja. Floor, Gert, Peter, Wim. Ik heb ook zo'n leuke tijd mee gehad. Ja, mooi, hè? Ja. Sinterklaas, wie was Sinterklaas? Hier woonde mevrouw Bakker, die had voor het eerst televisie en gingen we met z'n allen om 3:30 gingen we smiddags met de kinderen gingen we naar televisie kijken. Ja? Maar hier is het huis van je schoonouders. Ja, 44, Gelderweg, 44. Echt een heel, hier woont Bonnie nu, hè? Ja, Bonnie, ja. Ja, we wandelen nog wel eens naar het dorp en dan komen we hier vaak langs en dan is het hey Bonnie! Ook zo'n echte DVS. Ja. Dat is echt, die zit in de evenementencommissie bij ons. Nou, die werkelijk waar, die verzint van alles. Om het naar de zin. Woensdag hebben we weer sponsordag. Hè, dus, ja. Dus dan gaan we weer met een heleboel mensen. Worden er ook ieder jaar meer, hè? Johnny Romme? Johnny Romme, ja, die zit in Twente in de IJsbaan of zo. Maar daar doen jullie ook wat mee, of niet? Ja, die gaat dan een kliniek doen, geloof ik. Die gaan hier ook, mag ik hem helemaal niet zeggen? Nee, oh. Mag ik hem niet zeggen? Mag ik dan niet zeggen? Dat wordt Bonnie boos. Als de uitzending is dat al lang geweest. Ja, dat is waar. Ja, dat maakt niet uit. Ja, nee, maar dat gaat mee. Dus ook altijd heel erg leuk, zo'n sponsordag en zo. Wat dat betreft hebben we voor belangstellende sponsoren niet te klagen. Mooi. Mooi is dat. Dus ik wil zien hoe het met Roda ook weer aardig vol zit en hoe men daar... Nee, bezig is leuk, ondanks dat de wedstrijd natuurlijk qua uitslag niet best was. Maar goed, ik ben er niet zo van onder de indruk, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. Ik vind het belangrijker dat we onze competitiewedstrijden hebben. Nou, dat vind ik ook. En moet je luisteren, als je een beetje resultaat wil hebben met zo'n wedstrijd tegen zo'n ploeg, dan moet je alles mee hebben zitten. Alles dan moet je zelf de vorm hebben die je bij de treffers had. Hè? Precies, dat is nog een wedstrijd waar ik nog regelmatig met heel veel plezier aan terugdenk. Ja, je was er wel even druk mee tegen Rode JC. Ja, ja, was jij een beetje verantwoordelijk voor dat die Robert Molenaar op tijd was voor het interview met Even Ter Haar? Ja, nou eigenlijk alles een beetje.
ik. Dus het is wel, wel fijn als één persoon dat een beetje doet, toch? Dan hoef je niet. Ja. Dat werkt het beste over het algemeen. Ja, dan, precies. Ja. En dat soort dingen, daar geniet je ook wel van. Dat, ja, dat vind ik ook leuk. Die beurs, dat was ook. Ja, maar dat zijn toch dingen die ik voor mijn uppie toch een beetje te veel ga vinden, hoor. Dat ga ik daar ook niet meer doen. We gaan wel die beurs nog een keer doen. Maar ja. Dan doen we dat gewoon met de evenementencommissie samen. Dat, we gaan nog zo, er staan nog zoveel leuke dingen op de rit. Het is toch een mooi dorp, hè? En nu weer Oktoberfest. Ja. Het is toch ongelooflijk. Ik ben alleen wel heel blij dat het Oktoberfest op zaterdagavond is. Ja, ja. En niet op vrijdag. Ja, precies. Ik begrijp vast wat ik bedoel. Ja, dat dacht ik wel, ja. Volgens mij doen aardig wat de eerste elftalspelers daaraan mee. Ja, dat mag toch ook. Ze mogen best een rolletje hebben. Ja, natuurlijk. Dat is juist heel erg belangrijk. Ja, 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 ja. Heel erg. De sfeer moet erin blijven. En de avond net voordat het gespeeld moet worden, vind ik iets minder. Ja, ja, dat is duidelijk. Dan wordt de verleiding wel erg groot, hè? Ja, ja, precies. Zo, we gaan weer langzamerhand het dorp uit. Dus heb je weer snel om, hè? Richting, ja, ja. Kijk, dit is weer een nieuwe ronde voor mij, hè? Ik zit ook veel in de buitengebieden bij Horst en zo. Ja, dat daar. Ja, ja, ja. En nu dit hier eens een keer, hè? Op zijn weg is het natuurlijk ook wel fantastisch mooi. Het is hier, hier mooi, hè? Het is hier overal mooi. Ja, je ziet het altijd niet, hè? Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Ja, mooi. Ga jij naar Eemdijk toe vanmiddag? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Wordt het gestreamd, of niet? Het wordt gestreamd, ja. Oh, hier, dan kan ik het thuis mooi volgen. Helemaal livestream, dat is. Ja. Ja, het is mooi, hè? Ja, ik vind het ook wel mooi. Prachtig. Ja. Wel als op mijn hotelkamertje ergens ver weg en de tweede helft zien kijken op mijn tabletje, hoor. Ja. Ja, leuk. Ja, mooi is dat. Mooi dat het goed kan. Het fijn dat de jongens dat doen. Ja. Toch? Ja. Ja, dit is schoon. We hebben wat dat betreft een leuke hechte groep. Dat wordt alleen maar beter en beter. Ja. Ja. Een beetje slimme Maarten Zwijnenburg erbij. Ja. Die kijk, regelt dit allemaal, die broodjes. Ja, zo heb je voor iedereen wat. Hè? Voor iedere discipline is er wel iemand. Die, ja, dat is geweldig. Ja, maar goed, als je dat dan ook ziet, hoeveel vrijwilligers, vrijwilligers er aan meedoen allemaal. Ja. En dat is ook mensen die niet altijd genoemd worden. Hè? Dat, en krijgen het nog steeds voor elkaar, hè? Ook. Ja, maar, het is wel een algemeen groot probleem natuurlijk, hè, die vrijwilligers. Ja, het is overal een groot probleem, maar we redden het tot nu toe best. Ja. En ik denk ook dat het wel komt dat de sfeer in BDVS gewoon goed is. Tenminste, ik vind het een hele plezierige sfeer. Ik denk wel, ja. Hoewel het wel steeds moeilijker wordt om jeugd te pakken te krijgen. Ja, maar wat dat betreft ligt Horst natuurlijk met drie landen veel gunstiger. Hè? Moeilijk hoor, wordt dat. Om jonge mensen erbij te krijgen. Ja, bij jeugd onder de 8 of zo, daar hebben ze maar weinig. Ja, maar dat is bij ons ook wel een beetje een probleem hoor. Het krijgen van trainers en zo. En dat hebben ze dit jaar weer goed op de rit. Maar het is vorig jaar toch ook wel een beetje lastig. En dat blijft ook zo. Kijk, en die jonge ouders, hè, je mensen tussen de 30 en de 40, die hebben werkt. En als er dan in het weekend nog gesport moet worden, is het al heel wat. Er zijn ook een heleboel ouders die laten hun kind niet sporten omdat het te druk is in het weekend. Ja. Toch? Dat is toch jammer? Ja, ja, ja. Dat is toch jammer? Ja, goed, we moeten de boer op om jeugd aan DVS verbonden te krijgen, zeg maar. Oh, je denkt dat het te weinig aanwas is aan jeugdspelers? Ja, de kern van het dorp wordt natuurlijk steeds ouder en ouder. En, ja. En ja, die drie landen, daar heb je natuurlijk jonge gezinnen met jeugd. Ja. En dus Horst steekt van die elftalletjes jeugd onder de 10 en jeugd onder de 8 en zo. En dat is bij ons nou niet zo heel erg veel. Dus daar moet behoorlijk aan getrokken worden. Nou, dat heb je wel een beetje gelijk in. Want mijn kleinzoon die komt er ook in drie landen. En die zat inderdaad al bij DVS. En toen kwam mijn zoon, die kwam er naartoe. Die zei van, mama, kun je wat zeggen? Ik zeg, oh. Hij zegt, Joey wil graag spelen met de jongetjes uit zijn klas. En die spelen allemaal op je vog. Ja. Nou, je begrijpt dat ik daar toen wel nachtje slecht heb geslapen. Ja. Toen heb ik natuurlijk als een goed grootouder gezegd van, natuurlijk moet dat kind doen wat hij wil. Maar ik denk niet dat het toch leuk is. Het is een goed gekomen. Zonder inspanning van mij. Toch? Mooi zo. Heb jij verder nog een mooi verhaaltje, een anekdote of zo waarvan je zegt? Nou, het is niet echt een wereldverhaal, maar het is wel iets wat me altijd bijgebleven is. Ja. Toen ik, zoals gezegd, was ik al heel vroeg in DVS en deed ik allemaal wel hand- en spandienst. Dus toen ik een jaar of
12 of 12 was, toen mocht ik loodjes verkopen aan wat nu toegangsweg is. Hè, waar Dick Roosendaal boven staat. Ja. Dan mocht ik, oh kijk, er zit ook een voetballer van Ermelo Noord. Groene rijdt hier op de fiets. Maar dat maakt niet uit. Dus ik stond aan het toegangsweg, ik mocht loodjes verkopen en zo. Ja. En eigenlijk een voorganger van Gildenberg. En toen komt er een meneer voorbij en die is nogal een beetje nerks en een beetje stug. En ik zeg van meneer, wil je een loodje kopen? En die man die zegt niet, die loopt heel nerks ook. Dus ik dacht er een beetje zachtjes een beetje onaardig woord te zeggen. Ik heb waarschijnlijk gezegd van, maar ik weet niet wat ik gezegd heb. Maar het was in ieder geval niet netjes. Wat gebeurt er? Een kwartier daarna komt Jan Polen. Want Jan Polen was toen voorzitter of zo. Ja, of in ieder geval voorzitter. Want ik weet niet, echt in ieder geval aan de functie. Ja. En toen kreeg ik nog een pak op mijn mieter van hem. Dat kun je niet doen en dat mag je anders niet meer doen. Ik zeg, ah ja, kom op, zegt die man, ik zo onaardig en zo. En hij zegt, dat kun je niet doen, je moet altijd beleefd blijven, Tineke, zegt hij dan zo. Ja. Nou, dat heb ik ook nooit vergeten, dat vind ik ook wel heel leuk. Ja, heel leuk. Jan Polen, ja. Ook, die is ook gewoon een pootje weer weg. Ook een echte fan was dat. Ja. Geel Zwart had hij daar ook in. Ja, volgens mij was hij voorzitter van Geel Zwart. Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Nou, Tineke. Nou, we zijn er weer, hè. Ja. Ik zit nu weer de hele tijd te kakelen. Ja, weer terug naar de visjes. Ja, weer terug naar de visjes. Nou, wat een kanjes. Ik ga terug naar mijn was. Ik heb een enorme was. Dat was natuurlijk al een beetje blijven liggen de laatste 2 weken. Ja. Dus ik ga nu maar even naar Max kijken of de training aan de gang is. Heel goed. En ondertussen een beetje... Nederlandse volleybaldames hebben we vanmorgen waren aan het spelen. Waar heb je het uitgezonden? Ja, Chico. Hè. Chico oh die, ja, ja, die heb ik ook. Doet veel aandacht, geeft veel aandacht aan volleybal. Ja, vind ik volleybal een leukere sport om te spelen dan om naar te kijken. Oh, vind ik om naar te kijken vind ik juist heel interessant. Ja, ik spelen. Mooi met de Olympische Spelen ook. Weet oh ja, oké, okay, maar dan noem je ook alleen China en zo. Man, dat is maar dan heb je ook wel van heel hoog niveau. Maar, ja. Ik zet je er hier even uit. Dankjewel, jongen. Okay. Dat was heel erg leuk. Bedankt. Nou, we zien wat er van komt. Ja. What you see is what you get. Ja, zo is dat. Zo is dat. Hé, hey, en sterkte, ik volg het vanmiddag. Ja. Eemdijk. Oké. Okay. Altijd lastig. Ja, zeker. Hey, goed feest. Komt goed. Dankjewel. Geniet ervan. Leuk. Doeg. En doe ze de groeten. Zal ik doen. Doeg. Doeg. Zo. Tineke van der Weijer. Haar meisjesnaam. Ja, het was een beetje geschiedkundig. En natuurlijk ook haar sporen verdiend bij de businessclub. Dat is toch heel interessant.